Even het nieuws van dit weekend, want daar beginnen we altijd mee. Er was vrijdag veel ophef in Den Haag over de bonus die de topman van Air France KLM, Ben Smith, krijgt. 2 miljoen euro in aandelen, terwijl duizenden KLM'ers of hun baan verloren of in ieder geval tot 20% van hun loon hebben ingeleverd. Roel Coutinho knikt. Zoals iemand opmerkte, meneer Coutinho, in wat voor wereld leeft deze meneer Smith? Ja, ik denk in een andere wereld dan een heleboel andere mensen. Want ja, kijk, het gaat niet alleen om de mensen die een baan verliezen, maar het is natuurlijk belastinggeld wat erin is gegaan. Dus ja, ik vind dat ook wel wonderlijk, hoor. Dat mensen niet zelf zeggen, dat hoeft voor mij deze keer niet. Dat zou beter signaal zijn, denk ik. Bij KLM is het afgesproken, sowieso geen bonus, is iedereen ook mee akkoord. Mona Keijzer, u bent staatssecretaris van Economische Zaken. We hebben 14% van de aandelen. Kunnen we hier nog iets aan doen? Ik denk het niet, maar wat hiervoor geldt is wat de heer Coutinho ook gewoon zegt. In welke wereld leven deze mensen? Niet alleen de man die het geld krijgt, maar zeker ook de raad die blijkbaar dat besluit ook neemt om dit aan hem te geven. Los van de werkelijkheid, echt. En ik denk bij mezelf, zo iemand trouwens ook, 2 miljoen is daar niks voor. Doe het niet. Ja, doe het niet. Mevrouw Boekers-Knol, die fusie met Air France van onze nationale luchtvaartmaatschappij is misschien toch niet een hele gelukkige gebleken. Nou, op dit punt van deze bonus inderdaad vind ik een slechte zaak. Want het is belastinggeld van Nederland, belastinggeld ook van Frankrijk. En dan zo'n bonus nemen. Maar die fusie, die is in 2004 tot stand gekomen. Op dat moment leek dat voor beide partijen een goede zaak. Air France had natuurlijk ook de bestemmingen van KLM nodig. Dat was heel belangrijk. Maar misschien is het toen misschien niet helemaal tot in de details goed afgesproken. We hebben nu trouwens Mona Keijzer, Wopke Hoekstra, die had laatst meer aandelen gekocht. We hadden 14%. Hebben we. De Fransen gaan nu weer meer uitgeven. Hebben zij weer meer. Waar eindigt dit? Gaan we weer meer aandelen kopen als Nederland zijnde om onze stem te vergroten binnen die holding? Ja, wat er in de toekomst ligt, dat weet natuurlijk niemand. Ik hoop dat straks deze kisten gewoon weer vliegen en ons naar prachtige bestemmingen brengen. Ja, maar u weet niet of er sprake is binnen het kabinet van eventueel weer het aandelenpakket vergroten? Nee. U glimlacht erbij. Ja, weet je, dit nee, zeker niet. Nee, weet je, dit zijn al wat als dan van die, wat als dan. Nou ja, u gaat erover gedeeltelijk. Dus. Ja, weet ik, maar toch, dat wat in de toekomst ligt, dat weet gewoon niemand. We hebben dat wat is het, 2 jaar geleden gedaan met overtuiging. Ja, nu zitten we in een situatie dat al deze prachtige kisten aan de grond staan. Als ik hier naar kijk, dan denk ik veel meer denk ik over hoe zorgen we dat dit op een duurzame manier gaat. Hoe zorgen we dat de wereld weer open gaat. En dan is niet het eerste wat ik denk, moeten we hier een paar aandelen extra nemen.